Roy Jansen en Danny Schijns doen deze zomer met aan de Mega Run. Dat is een bijzondere barrel race. Ze proberen echter met de deelname ook geld in te zamelen voor het goede doel. Ze zitten als paddenstoel uit de grond, de zogenaamde barrel toertochten. Het idee is simpel. Een grote groep lui knappen een aaien barrel op en toeren dan met een week lang door Europa. Met name in het oosten van het land, waar ook de Zwarte Cross vind je en artiesten als Mooi Wark en Normaal hun roots hebben, zijn deze barreltochten al jarenlang populair. Maar ook Limburgers zijn wel te porren om eraan mee te doen. Ja, dat leek me gewoon schoon om te doen. En wie dat tegen Roy zag, het was heel zin geschreven, zeg maar. Ja, dan was een eigen auto hebben, of wie zit ze? Ja, een eigen auto, dat mocht niet jonger zijn dan bouwjaar 2000. Mocht niet een dagwerk moeten hebben van 750 euro. Die kunt ze pumpen wie ze wilt. Die jongen, heel veel doen er al jaren aan met hem. Voor ons is dat het eerste jaar. Ja goed, wat ga je met de auto doen? En dan zeg ik dat tegen Danny van misschien gaat drieën voor een goed doel en dan gaan we daar geld voor inzamelen. En weer een vriend van Danny, die is van hartpatiënt in Nederland en hij heeft er fijn met geholpen. Side opgezet hoe ze kunnen doneren. Ja, en samen met hartpatiënt in Nederland en Stichting Sammy, daar doen we dan geld voor inzamelen. En dus alle euro's wat het ons kost, kosten ons twee. En alle euro's wat we ophalen, verdelen we over die twee stichtingen dan. Dus wij hebben een leuke week en hopelijk die stichting hebben een leuke cent voor het geld goed te besteden, zal ik maar zeggen. We zijn voor vandaag in Maasbracht. Hè? Wat zit je op dit moment aan doen? Nou, we willen de logo's willen we nu op de auto hebben. En door middel van airbrushen wordt dat nu op de auto gemaakt. We hebben een naam voor het team bedacht. Ja, Team Zwelkje. Ja, ik zoek het al aan de draak inderdaad. Ja. Ik heb Kadabi. Zo noem ik Roy altijd. Twee draken bij één. Nee goed, we kwamen via Ibi Frans terecht. We moesten dat kosteloos erop zitten, dat airbrushje. Dat ziet veel chique goed. En dadelijk als dat allemaal klaar is, komen we samen bedrijven af. Die er een sticker op mogen plekken. En ja, tegen vergoeding dat ze wel die twee stichtingen sponsoren, zou ik maar zeggen. En dat is een beetje ons doel erbij. En dadelijk een chique week te hebben natuurlijk. Ja, wanneer gaat die plaats van je die week? 17 juni. Tot en met 2 of 23 juni is dat. Ja. En dan hopen dat we het halen. Ja, de wagens bij autoservice geen zijn onderhoud, dus dat zal wel goed komen. Ja. Ik ga het zelf rijden, dus als het onderweg blijft staan, dan moet ze zelf aan de slag. Ja, dan moet ik zelf aan de slag. Ja. Dan neem ik een rijtje op kist mee, dus het zal wel goed komen. Ja. Hoe is de finish en hoe rijd je her? De finish is Balletomeer in Hongarije. Ja. We beginnen wijd weg. Nee, dus ergens in Nederland is op zondag de keuring en op maandag rijden we door Duitsland, Oostenrijk, Slovenië, Kroatië, Tsjechië meen ik. En op Hongarije de enige dan. Ja. Wat gebeurt er dan met de wagen? Of we vinden door een en derde gek op is, want het zijn allemaal Mercedes-men door en dan laten we hem door en dan kind ik een plaat onder de arm en het vliegtuig in. Of we verkopen die weer aan een paar jongens die daar weer een run met gaan rijden. Ja. Dat is niet bij Paul en de Fiat Panda, wordt je met gehad. Dat is dan ook luxe, hoor. Ja, dat is luxe, maar we hebben de ruimte nodig. Wel succes. Dankjewel. Nou, en wilt je Danny en Roy ondersteunen of misschien wel een sticker kopen op de actie? Kijk dan even op de Facebookpagina van TV11. Daar staat een link naar de doneerpagina.